Het Kopenhagen Centrum is bedoeld om de discussie over de identiteit van de universiteit opnieuw vorm te geven. We moeten weer opnieuw nadenken over de vraag wat de universiteit eigenlijk is, waarvoor ze is en wat ze studenten eigenlijk probeert te leren. En dat is meer dan uitsluitend wat ze voor hun diploma moeten kunnen en kennen. Het gaat om meer dan kennis. Het gaat ook om vorming en hoe je uiteindelijk een goede burger van een goede, prettige, mooie samenleving kunt zijn. Dat is de missie van het centrum. We willen die discussie opnieuw op de campus brengen. We hebben daar zelf ideeën over, maar we willen vooral ook dat mensen daar hun ideeën over inbrengen. En om dat te beginnen, om die discussie op te starten, kijken we terug naar de periode van de oorlog, waarin de universiteit in het begin natuurlijk wel, maar na een tijdje ook niet meer bestond, want ze kon niet meer functioneren. Maar de studenten en de hoogleraar hielden wel contact met elkaar en hebben daar een aantal dingen samen gedaan. Ze hebben een gemeenschap, zal maar zeggen, levend gehouden. En een aantal van hen hebben ook verzetswerk gedaan en een aantal van hen hebben dat ook met de dood moeten bekopen. We zullen op 11 mei een manifestatie organiseren in de aula. Iets tussen een herdenking en een symposium in. Dus het is en inhoudelijk en er is een moment van herdenken. En daar zullen we die studenten die gevallen zijn herdenken. Maar we zullen ook iets proberen te laten zien wat voor visie daarachter zat voor hen. Waarom ze dat deden. Wat dat met de universiteit te maken heeft. En op welke manier dat ook voor de huidige studenten nog iets van een inspiratie zou kunnen zijn. Want dat is het idee. Het is belangrijk dat we herdenken gewoon ook omdat het goed is om te herdenken. Maar het is ook belangrijk om te herdenken, om te weten waar we vandaan komen, om te kijken, omdat dat helpt om te weten waar we naartoe willen. Wat is het eigenlijk om te studeren? Wat is het om je voor te bereiden op een toekomst in de samenleving? En hoort daar soms niet iets heel onverwachts bij? Namelijk dat als er iets gebeurt, dat je in actie moet komen. Niet omdat het je gevraagd wordt, maar omdat het nodig is, wat zij natuurlijk gedaan hebben. Dus dit soort waarden die wat verder gaan dan uitsluitend wat je in het onderwijs krijgt, proberen we opnieuw op de kaart te zetten en zo dat studenten daar ook iets van meekrijgen.